Op het randje van winter naar lente reizen Joran en Robert dit keer af naar de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Dat doen de presentatoren actief met kunstenaars, waarbij ze diverse hotspots afgaan langs het iets wat vergeten kanaal midden in de Randstad. Welkom bij Visblad TV. Ja! Ja! We zijn in IJsselstein aan de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Dat is eigenlijk het kanaaldeel, zoals de naam al zegt, van de rivier de Hollandse IJssel. Waar we afgelopen zomer nog waren voor de Roofvis Battle. Ja, het loopt van Nieuwegein tot aan Gouda en het is een kleine 35 kilometer aan viswater. En het is wel heel anders dan waar we vorig jaar zijn geweest. Hè? Toen stonden we aan het getijdenstuk van de rivier, nu aan het kanaaldeel. Het is kleiner, het is smaller, het is overzichtelijker. Maar ik denk zeker zo interessant, want ja, het water heeft een mooie donkerbruine kleur. Dus ik verwacht een mooie snoepbazen vandaag. We gaan gewoon die hotspots we gaan het zien. Kijken wat ze in petto hebben. Denken van waarom zit hier Robert Geurk te vissen. Iedere visser heeft zo zijn eigen persoonlijke dingetjes en bij mij is een van die dingetjes dat ik met chatvissen, met jiggen, ja, altijd graag zo laag mogelijk ga zitten, zeg maar. Want ja, hoe lager ik zit, hoe minder meters lijn er, zeg maar, tussen mijn hengeltop en de waterspiegel uitstaan. En dat heeft weer te maken met dat, zeg maar, de invloed van wind, zeker van wind opzij, minder is, want je hebt minder lijn uit. Dus je hebt ook minder vertraging, minder grote bocht in je lijn, dus een betere beter registratie daardoor. Je kan ook beter de haak zetten. Nou, we zijn een stukje verkast, ietsje richting Montfort opgeschoven. Hier een grote plas liggen, een jachthaventje, een opening daar naartoe. Een beetje een strategische stek, denken wij. En kijken of er toevallig vis te vangen valt. Tijd voor een nieuw setje. Heb je een laars? Oude voetbal. Hè? Een oude voetbal. Dat is ook een kunst. Ik heb veel bijvangsten gehad, maar dit is de eerste. Nou, lekker dan. Een verstekeling. Oeps. Oh. Kom, snel terug. Dat lijkt wel een opruimploeg. Echt wel die tak hier, ik ben helemaal gek van. Nee, is echt een succes, dat trage vissen. Oh, wil je er een battle voor maken? Oké. Ja, maar maak het maar schoon voor mij, dat is prima. 1200ste hoofdlijn, 3800ste fluor carbon voorslag. En die houdt het. En dat kan ook niet altijd kwaad zijn. Die van kromme hengel gehad. Volgende stek. Zullen we naar ander water gaan? We gaan naar de lek. Nu even zonder dolle. De hengels die Joran en Robert gebruiken zijn 2,40 meter en 2,70 meter lang in de werpgewichtklasse 10 tot 30 gram. Zo kunnen ze naast softbaits eventueel ook crankbaits en twitchbaits vissen. De 1200ste gevlochten hoofdlijn en 3800ste voorslag zijn wel nodig in verband met aanwezige obstakels. En snoeken niet te vergeten. Jigkoppen van 5 gram, als je echt nog lichter wil, 3,5 zou ook nog wel lukken. 7, en ik vind 10 hier al vrij zwaar. Misschien als je tegenwind hebt dat het wel makkelijk is, maar ik denk met 5 en 7 dat je over het algemeen wel prima uit de voeten kunt. Maar dat je hier zo licht kunt vissen heeft ook te maken met de breedte en de diepte van het water. Ja, het is een meter of 30, 35 breed, soms ietsje meer, ietsje minder. En de diepte, ja, een meter of 1,5 heb je op veel plekken wel gehad. Thank you.
hebben ze... Oh! Dat is jammer. Hij is van de kop afgetrokken. Ah, was zo'n mooie aanbeet, hè? Echt zo'n snoekbaars boek. Nou ja, heel eventjes kort kwam hij mee, want schoot hij los. Ja, we hebben ze. Oh! Serieus? Serieus. Ja, ook weer heel eventjes zat hij er aan hing. Nou zit de shed zelfs nog gewoon helemaal goed. Oh, weer vis, maar er ligt wel vis, Johan. Vangen dan. Ja, 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 Johan. Oh, hangen. Okay. Kom eraan, pak het net. Kunnen we hier eruit? Ja, we moeten even uitschuiven. Ben ik mee bezig. Ja, hupsakee. Heb je zo'n dood hoekje naast de dukdalven, tussen de kade en de dukdalven. Ik denk, het zal wel niks zijn, maar ik pak het toch even mee. Ik lag toch deze rakker daar in het hoekje te wachten. Oude waterse snoek. Uit een hoekje. Uit het hoekje van het bruggetje van de dukdalf van het steentje. Ja. Nou, dat was wel echt zo'n verstophoekje waar je lag. Ja. Toch wel geinig, hè, dat je dan zo'n plekje toch... Altijd even meepakken. Ja. Nou, gaat hij weer zijn, gaat hij terug? Mag hij zijn mama halen, wat mij betreft? Ja, ze mogen wel iets groter worden nog. Ja. Bij het shedvissen zijn er eigenlijk tal van vistechnieken mogelijk. Hè, manieren van binnenvissen. Mijn persoonlijke voorkeur gaat echt uit naar, nou ja, sowieso diagonale. Dus dan sta je vanaf de kant, werp je in, laat je de shed afzinken tot de bodem. Dat voel je ook aan je hengeltop. En vanaf dat moment begint eigenlijk het spelletje van tik tik. Eigenlijk geef ik twee tikjes met mijn hengel. Twee hele korte felle rukjes. En tegelijkertijd draai ik een halve slag met mijn slinger. Laat ik hem aan een strakke lijn, boom, weer op de bodem zinken. Dus tik tik. Zinken, 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 bodem. Nou, in tegenstelling tot Robert pak ik het iets subtieler aan. Doe ik iets kleinere bewegingen met mijn shed. Ik hou altijd contact met het kunstaas door altijd die molen ietsje in beweging te houden. Het is heel langzaam, maar toch contact. En ik geef ook wel een tikje met de top, maar dat is allemaal niet zo heel erg expressief of agressief. Gewoon lichte tikjes. Kijk, ook in die winter, als die roofvis toch wat meer vast ligt, als zo'n shed er voorbij komt die net even een klein dingetje doet, maar niet te ver weg schiet, nou, die wil ze nu wel eens pakken. Een andere techniek die ik regelmatig probeer, zeker als het reguliere diagonale niet werkt, is de shed ingooien, af laten zinken tot op de bodem en dan op een constant tempo binnendraaien, maar op wel een zodanig tempo dat die continu vlak boven de bodem blijft. En waarbij ik de hele tijd met de hengeltop wiebel, heel irritant, heel korte wiebelbewegingen maak. En met de molen, ja, met schokjes, continu binnendraaien, waardoor de shed, ja, heel trillerig, irritant, vlak boven de bodem voorbij zwemt. Nou, als het echt een taaie dag is, dan kun je ook eens ervoor kiezen om de netrig te gebruiken. Wat je dan doet is dat je hem inwerpt, laat afzinken, nou, bodemcontact maken en dan doe je even niks. Gewoon even laten staan, seconde of 5, 7, 10, 12, wat jij wil. Even een beetje met de top wiebelen, want die gaat hij net een beetje heen en weer. En dan één tikje, twee, drie slagen, weer laten zinken, weer een beetje wiebelen. Dat die vis echt de tijd krijgt om het aas te pakken. En het is tegennatuurlijk als kunsthaasvisser dat je even helemaal niks doet. En dat je denkt, ja, weet je, waarom zou die vis dat kunsthaas pakken? Maar toch, juist die moment dat het stilstaat, dan is het toch vaak raak. En die vis krijgt gewoon meer tijd om even te inspecteren, even te kijken. En ja, als je dan net even een trilling geeft of een hupje maakt, dan denk je, ja, wacht eens even. Hoppakee, hebben. Snoebaars. Ik zal snel het netje pakken. Iets uitschuiven. Ja. Hij past er makkelijk in. Ja, hij past er niet in, ja. Lekker, man. Hoppa. Hij is al los. Nou, kijk aan. Snoebaarsje uit het centrum van Oudewater. Op een soort twistertje-achtig kunstraasje. Klein visje, maar goed, die loopt er ook tussendoor, hè.
zijn terug op een stek waar we vanochtend ook al geweest zijn. Toch ja, iets later op de dag, het water is iets opgewarmd. We gaan richting het gouden uurtje. En dat kan op een stek ook net even het verschil maken. Dus we hebben besloten om hier terug te keren en hier de aflevering af te sluiten. Zo! Oh. Ja, ik pak even het net erbij. Mooi aanbeet? Nou ja, hele goeie. Het was wel grappig. Ik heb toch weer die verrekte ratelaar aan. Ja, met je ratelaar altijd, joh. Ver geworpen. En eigenlijk een beetje gewoon langzaam op constant tempo, dat hij net wel gewoon wat vibreert. Over de bodem binnendraaien. Ja, goede dreunen op en hij kwam goed door. Terwijl het toch echt wel een metertje of 40 was. Ja, mooi ook nog volgens mij. Mooi maatje. Hij is ook vrij sterk, hè? Ja. Toch een snoek. Toch een snoek. Dus, nou, we hebben echt verkeerd gegokt. Nou, daar komt hij. Yes. Ja, netjes. Hij is weg. Ja, nee, dat zie ik ook dat hij weg is, ja. Hij voelde net te spartelen en hij zat... Hij was al los, hè? Hij was al los en die plug bleef hangen. Ja. Dus toen ging het mis. Hij is eruit ge... Ja, het zijn natuurlijk net palingen wat er gaat. Ja. Vang hem een keer een visje, hè? Ver weg, of niet? Ja, best een eind weg, ja. Het is verdikkie, zeg. Dit voelt ook wel goed aan, Robert. Pak het net alvast. Zonnetjes onder. Ja, dit is wel het randje gouden uurtje. Oh, nou, randje. Randje gouden 5 minuutjes. Oh. Ja, ik had net ook al een tikje daar op het taluutje. En ja, we zijn toch nog even een paar minuten doorgegaan. En nu ook weer. Dus ver weg. Oh, het is een duidelijke... Ja, mooie tikkel. Nou, ik weet niet dat er boven komt. En met takken, dus een tak nog goed kan. Snoek! Een sneeuwok. Nou, hij zit zo te zien toch wel goed gehaakt, dus dat moet wel lukken. Ja, ik heb hem! Nee, ik heb hem niet zo. Dat ding dat draait. Ga je hem een snoek verspelen? Hè? Hij bompt er toch echt, dat je dacht van... Ja, ik dacht de snoekbaas was, echt waar. Hij zit erin. Ah. Weer een valreep. Een valreepvisje. Nou, Johan, hij is mooi kleddertje nat. Nou, ja, niet onaardig. Niet verkeerd. Appa. Nou. Picobello afsluiten van de dag. Ik ben er blij mee hoor, mooie vis. Het is nog net voor het donker. Ja, gauw uurtje. Het is een mooie dag geweest. Nog wel koud, maar... Ik proef toch wel dat het voorjaar eraan komt. Hè? Die vogeltjes fluiten, het zonnetje was wel lekker vandaag. Nou jongens, bedankt voor het kijken. Dit was hem. Tot de volgende video. Deze gaat snel terug. Daar gaat het.